Goedenavond, welkom bij weer een nieuwe video. Jullie konden dus zien in de laatste vlog dat ik vandaag in Washington ben. Ik heb net even beneden lekker pizza gehaald en de pizzadoos is echt al... Hoe leuk is dit als pizzadoos? Dat is toch fantastisch. En de pizza is natuurlijk ook lekker. Tum 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 tum. Dit is een van de beste pizza's die ik ooit in mijn leven op heb. Deze heet de Garlic. Wat is de andere naam? Garlic. Dit is zo lekker. Oh my god. Oké, ik moet heel snel nu gaan inpakken, want ze belden net naar boven dat we een upgrade krijgen. Oh yeah, oh yeah. Dus ik ga even heel snel mijn spullen pakken. Oké. Dit is een erg fijne upgrade, zeg. En nu hebben we ook gewoon normaal uitzicht. Even kijken naar de badkamer. Oh, die is in principe volgens mij hetzelfde, maar dan wel wat groter. Oh ja, dit is allemaal net wat groter. Super chill dit. Check dat bed. Zo groot. Love it. Guess who's here? And guess what we got? Extra pizza. We hebben de OG. En Lori Lane. En how to lose a guy in 10 days. Goedemorgen, het is zaterdag toch? Ja, zaterdag. En we staan in de lift. Het is een hele coole lift trouwens hier. En ik ben natuurlijk met de Nina. Oh, ze zijn helemaal panter samen. Yeah. En het is onze eerste volle dagje in DC. We zijn nu onderweg naar de Founding Farmers. Want daar hebben ze dus Red Velvet cupcakes. Nee, pancakes. Ik zeg het helemaal verkeerd. Red Velvet pancakes. Dus daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar. En we gaan nog eventjes langs de White House natuurlijk. En wat musea bezoeken. En mijn kabeltje is dus kapot gegaan. Om mijn bestanden allemaal over te zetten op mijn MacBook. Dus dat is echt heel erg balen. Dus ik kon gisteren helaas niet mijn bestanden overzetten. En ook geen foto's, et cetera. Dus we gaan eventjes ook vandaag naar de Walmart. Nina's favoriete winkel. Yes. En om een kabeltje te fixen. Dus dat is het voor nu. Oké, bummer. Hij was dus vol. Bummer. Nou ja, vol. Het was een anderhalf uur wachten. En blijkbaar moet je reserveren. Dus we gaan voor morgen straks even reserveren. En ik zag dat hier een pal zat, boulangerie pal, dus dan gaan we daar maar eventjes lekker ontbijten. Hierachter is dus het Witte Huis. Maar overal staan hekken voor. Oeh, fel zonnetje. Dus ja, we kunnen niet heel dichtbij komen. There it is. Hallo meneer Trump. It's the Netherlands here. Second. Nien, wat vond Trump van het voorstel van Netherlands second? Netherlands is second, jongens. We hebben het gedaan. We did it. Echt. Alles is er omheen afgesloten. Dus je kan nou niet echt een heel goed beeld krijgen van de White House. Maar we hebben hem gezien. Oké, we zijn in de Walmart. Want ik heb natuurlijk mijn kabeltjes nodig. En die heb ik ook gevonden. En ze hebben hier zoveel bizar eten. Ik kijk mijn ogen uit. Het is echt heel groot ook hier. En Nien is eventjes alles aan het laten zien wat ze hier altijd koopt en eet. En ik heb ergens trek in apple slices with peanut butter. Maar ik heb ze nog niet gevonden. Oh, check deze taarten. Ik word hier zo blij. Kom maar zien, man. Nog meer. Wauw. Mijn hartje gaat zoveel sneller kloppen van al dit eten. Ja.
Ik ga even op mijn gemakje kijken, jongens. I found them. Kijk, dit is echt mijn favorite. Apple slices met peanut butter. Maar check wat ze nog meer hebben. Wauw. Met karamel. En deze. Oh, hier word ik zo blij van. Jongens, ze hebben gewoon white cheesecake M&M's. Oh mijn god. Oké, jullie weten ondertussen hoe gek ik ben op Elf. Dat make-up merk. Ik heb het allemaal getest en ik ben er ook heel content over. Ben ik dus bij de CVS, my favorite store in Washington DC. Is bijna alles 50% korting. Oh, ik ben helemaal happy. Hebben wij een geluk met het weer. Het is echt fantastisch weer. Het lijkt wel gewoon van het weer. Hoe vaak kan je weer zeggen? Van het voorjaarsweer. Alsof de lente eraan zit te komen. En hoe vonden jullie trouwens net dat gezang? Echt hoe leuk. En nu gaan we naar welk museum ook weer, Nien? History? Nee, art. Art. Nee, ik weet niet meer. Ja, één van de twee. Art. Je hebt het History Museum en je hebt het Art Museum. We willen naar alle twee. Oh, American Art. American Art Museum. Dus daar gaan we nu naartoe. En je hebt dus ook het International... En ik zeg dat altijd verkeerd, maar maakt niet uit. Spy Museum. Alleen... Oh, dus het is ook heel druk. Het is een beetje 50-50. Je hebt mensen die vinden het heel erg leuk. Je hebt mensen die vinden er echt niks aan. Maar ik zie dat er ook nu een hele heftige reis staat. Dus ik denk dat we die over gaan slaan. Ja. Hm? Nee, ik weet niet, toch voor het museum. Ja. Dus hier gaan we lekker. Let's do this. Dat was het Art Museum en we staan nu in Walgreens omdat we wat te drinken wilden en snacks voor vanavond. Check wat ik zie. Deze drie smaken Pringles. Pizza, cheeseburger en kicking chicken taco. Amazing. Oké, we staan nu in Shake Shack en we hebben lekker eten besteld. En die gaan we straks gewoon in het hotel opeten. Want dan gaan we lekker serietjes kijken en chillen. Dus Nina is nu alvast een Ubertje aan het bestellen. Want dan zijn we veel sneller thuis. Anders zijn de patatjes en de hamburgers koud. Ja, but I'm hungry, so. Oh. Food. En heel veel kaassaus. En ik had nog deze drie producten gekocht van Elf. Twee tinted moisturizers en een wimperkruller. Want die had ik eigenlijk nog niet. En ik heb twee kleuren genomen. Wat donkerder. Want ik denk dat is wel handig als ik straks in Miami ben. En dit was bij elkaar, even denken, $4. Nou, dat is leuk, hè? En ik heb natuurlijk deze M&M's meegenomen. Ik ben zo benieuwd hiernaar. More new snacks. Ik kende deze chips niet. Of chips, moet ik zeggen. Limoen. Ik ben benieuwd.
bijzonder. Maar ik denk dat ik dit wel kan waarderen. Het is echt heel zuur. Maar ik hou van de smaak van citroen en limoen. Wil je het ook proberen nu? Oké. Het is wel heel zuur, maar daarna, het is wel lekker. Het is ook wel fris of zo. Het is, ja. Het is denk ik dat het ook wel lekker is om in een soort fris yoghurtdipje te dippen. Dat is lekker. Oh. Goeie. Goedemorgen, het is vandaag zondag, onze laatste dag in Washington DC. We zijn nu onderweg naar een pret-à-manger om lekker een ontbijtje te gaan nemen. En daarna gaan we een aantal musea bezoeken en langs een aantal monumenten. Ja, dat is het voor nu. We're in. In welk museum zijn wij nu, Nien? American History Museum. Yes. So let's do this. Waar gaan we naartoe? One West. One West. Oké. Okay. Inventions. There you are. Ik ken Nien zijn erg te spreken over dit museum. Vond je ook niet? Ja, echt super interessant allemaal. Het is echt heel interessant. En wat trouwens ook wel heel erg leuk is, aan eigenlijk bijna alle musea hier zo in Washington DC, bijna alles is gratis. Dus dat is ook weer mooi meegenomen. En het is ook niet super super druk. Waarschijnlijk omdat het gewoon gratis is en dat gewoon iedereen random kan gaan. Oh, dat is ook denk ik wel interessant. Ja. Dat was museum nummer 1. En nu gaan we door naar nummer 2. Naar het Space Museum. En daar heb ik echt onwijs veel zin in. Dan wil ik eigenlijk al vanaf dag 1, dat ik wist dat ik naar Washington ga, wilde ik naar het Space Museum. Dat vind ik gewoon heel interessant. En ik sleep Nina gewoon mee. Die moet maar gewoon met mij mee. Maar dat vindt ze ook stiekem best wel leuk. En het is echt pas 2:00 PM. En we hebben al best wel veel gedaan. Dus let's do this. Oké, we maken even een kleine detour. Want we zagen dat hier aan de overkant dus het Natural History Museum zit. En eigenlijk is dat dus mijn lievelingssoort museum. Die in New York is mijn favoriet. Ik ben ook die naar in Harvard geweest. En nu dus hier in Washington. Dus ik ben benieuwd. Vandaag wordt alleen maar musea. We leren weer heel veel vandaag. Oké, we willen dus wat te eten halen. Maar we kunnen niet kiezen uit al deze food trucks. No, zoveel keus. Oké, we gaan eerst even lekker lunchen. En ik heb echt een super gezonde Amerikaanse maaltijd. Cheddar cheese cornbread. En mac and cheese. Love it. Thank you.
Nina en ik voelen ons weer helemaal kind worden. Echt, ik net weer bij jullie dino's. Die obsessie heeft echt mijn broer een keer bij mij gecreëerd. En nu zijn we naar allemaal mummies aan het kijken. Veel te leuk dit allemaal. Oké, op naar het Air and Space Museum. Vandaag gaan we echt alleen maar alle museums af. En ik had net trouwens een hele leuke zonnebril gezien van Celine. Met 50% korting. En ik heb het niet gedaan, omdat ik dacht ik ga er nog heel eventjes over nadenken. En nu heb ik er een beetje spijt van dat ik hem niet heb gehaald. Omdat ik er nog steeds over nadenk. En ik heb altijd zoiets van als je er nog steeds over nadenkt, dan mag je het wel. Maar waarschijnlijk ga ik het nog ineens meer redden. Oh, dat is toch het monument? Ja. Het monument. Oh, en kijk eens aan de andere kant, lieve mensen. De Capitol. Oh, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Kijk, hier. Oké, dit gaan we allemaal eens even bezoeken. Back at it again, weer aan het demonstreren voor het Trump Hotel. Home, we hadden weer lekker een Ubertje gepakt. Dat is echt, jongens, beste uitvinding ever. En we hebben weer pizza van beneden gehaald. En ik heb mijn mooie Celine bril gehaald. Ik ga het even laten zien. Tum 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 tum. Tadaa. Hij is een beetje wijnrood. Oh, ik ben hier zo verliefd op, jongens. Ik ben zo blij ermee. En mijn lievelingspizza. De garlic. Deze had ik op de eerste avond. Toen was Nina nog niet. Ja, later wel, maar toen ging eten niet. En ik heb haar wijsgemaakt dat dit de beste pizza ever is. Dus ik hoop dat zij er ook zo over gaat denken. En Nina heeft een hele leuke trui gekocht. We hebben het super zachtjes te doen. Laat het eens zien. Pizza met pizza. Pizza, 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 pizza. Ja! Pizza. Met pizza. Met pizza. It's amazing. Dat hebben wij voor de tweede keer gehaald. Pizza. Eventjes de Philadelphia vlog kijken. Pizza, pizza, pizza. Het is echt een hele mooie stad. Goedemorgen vanuit een sneeuwende Washington. Het is gewoon opeens heel hard gaan sneeuwen. Ik zit nu op het vliegveld van Washington. Ik vlieg zo naar Miami toe. Dus ik ga hierbij ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Doe een duimpje omhoog. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie, ja, heel snel weer. Met natuurlijk een Miami vlog. Doei!